Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar de spelregels van Andor, de jonge helden. Een afkooksel van de legende van Andor, u misschien wel bekend. Dit is meer om met jeugdige mensen te doen, maar dat wil niet zeggen dat de uitdaging daarom klein is. Laten we eens kijken naar de spelregels. Alleszins van het eerste scenario, zodat jullie van start kunnen gaan. En daarna moet je jezelf nog een beetje opzoeken hoe de andere scenario's werken. Om Andor jonge helden op te stellen, beginnen we natuurlijk met het bord open te vouwen. Dan leggen we de drakendobbelsteen klaar en we zetten ook de draak op het vak dat overeenkomt met het aantal spelers. Je kijkt naar het aantal waterdruppels, dus als we met 2 zijn, zetten we het op het vakje met 2 waterdruppels hier. Maar nu zijn we met 4, dus ik zet het daar. Zet alle gors naast het speelbord in de voorraad. De troll die heb je niet nodig voor het eerste spelletje, maar die kan daarna ook in de voorraad terechtkomen. Zet Mart de brugwachter voor de brug bij het huisje. Leg alle fiches naast het speelbord. We hebben de fakkelfiches, de mistfiches, de putfiches en de mijnfiches. De mijnfiches en de mistfiches gaan we moeten schuffelen met de gedekte kant naar boven, liefst, want daarna gaan we ze gedekt moeten leggen. Je legt de mistfiches op ieder vakje waar alleen maar geel gras te zien is, niets anders. Hetzelfde doe je met de mijnfiches, maar die leg je op de vakjes waar de zeshoekige vormpjes zijn voorzien, dus in de mijn. En de bronfiches leg je vervolgens op de bronnen met de kant die nog gevuld is naar boven. Per speler die meedoet neem je een gor uit de voorraad en die zet je op de bossen en de grotten en die zijn allemaal genummerd. En je begint met de hoogste nummer en zo werk je naar beneden. Dus met 4 spelers zetten we eentje op grot 8, bos 7, bos 6 en grot 5. Iedere speler die meedoet kiest een karakter, neemt ook de bijbehorende dobbelstenen. Het aantal verschilt per karakter dat je neemt en ieder tableau heeft een vrouwelijke en een mannelijke versie. Dus je mag kiezen welke kant jou aanstaat. Verder zijn ze exact hetzelfde. En dan vul je jouw paneeltje op met zonneschijven gelijk aan het aantal cirkeltjes dat er aanwezig is. Je neemt ook het staandertje dat erbij hoort. Staandertjes die niet worden gebruikt, die mag je uit het spel halen. Die gaan we niet nodig hebben. En de staandertjes van alle spelers die meedoen starten op de Rietburcht. De oudste speler krijgt het nachtviesje en die leg je met de haankant naar boven, naast jouw spelerstableau. Dan moeten we alleen nog het scenario voorbereiden. Je kan dit spel spelen met verschillende mogelijke scenario's. Voor het eerste spel ga je de startkaart nodig hebben die je legt. De eindkaart leg je van achter, dat gaat altijd het geval zijn. En dan leg je hier een aantal kaarten tussen en dat is afhankelijk van het scenario dat je speelt. De eerste keer speel je kaart nummer 1 en kaart nummer 2 op die volgorde. Zoek ook ieder scenario de bijbehorende fiches uit de voorraad. Dat heb ik nu al even gedaan. Voor deze moeten we de kruidenfiches, dus deze met de struikjes, verzamelen. En voor deze moeten we de geblesseerde valk uit de voorraad halen. Deze struikjes gaan we dus ook willekeurig weer verspreiden over de struikjes die we hier zien. En het opdrachtfiche van de valk, die start hier bij Mart op het brugveld. Achteraan in de spelregels vinden we voor ieder scenario wat je moet doen voor het op te stellen. Dus dit is de eerste uitdaging. Hier heb je opdracht 2 en het wordt aangeraden dat je die ook in die volgorde speelt, want het wordt steeds moeilijker. Dat was dus alles voor het opstellen. Laten we eens kijken naar hoe het spel speelt. De oudste speler met het nachtviesje voor hem, die mag de startkaart nemen om aan het spel te beginnen. Het staat er letterlijk op, het avontuur begint zodra je deze kaart omdraait. En dan gaan we dit lezen. En daarmee beginnen we eigenlijk met onze eerste dag. Dus in dit geval staat erop dat we eerst deze twee opdrachten op een willekeurige volgorde moeten vervullen. Daarna kunnen we naar Mart, de brugwachter, gaan. En dan kunnen we de brug oversteken en kunnen we hier op zoek naar 3 wolvenwelpen. Het brugje zelf telt niet als een vakje en we kunnen ook niet over de rivier op een andere manier. Dus we moeten wel die brug nemen. Dus eerst deze 2, dan de 3 wolvenwelpen. En iedere keer dat we een opdracht voltooien, kunnen we dat omdraaien. En dan staat er een vinkje op dat we dat hebben voltooid. Het algemene principe is dat we dagen hebben en nachten. Tijdens de dag gaan spelers hun zonnefiches opgebruiken om te bewegen en acties te doen. Acties zijn kosteloos.
maar om te bewegen heb je wel de fiches nodig. De dag eindigt van zodra iedere speler zijn zonneschijfjes heeft opgebruikt. Daarna gaan we over naar de nacht. Dan wordt dit omgedraaid naar de achterkant. En dan gaan de slechttrekken niet doen en onze zonneschijfjes worden aangevuld. En zo verder enzovoort. Dat zullen we zo dadelijk zien. Laten we eerst eens kijken wat we juist moeten doen tijdens de dagfase. Speler met nachtfiche is als eerste aan de beurt en daarna gaan we met de klok mee. Een beurt bestaat altijd uit de volgende twee stappen. Ten eerste bewegen. En ten tweede, het vakje waar dat we eindigen, daar kunnen we kosteloos een actie of meerdere acties zelfs doen. Dus bij de eerste beweging zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik geef twee schijfjes af. Iedere keer dat je een witte grens oversteekt, moet je dus een zonneschijfje geven. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen 1, 2, daar gaat hij naartoe. Er zijn veel acties die je mag doen. Een mistfiche omdraaien is een actie die je moet doen. Dus in dit geval ga ik nu kijken, wat ligt daar? Sommige mistfiches zijn goed, andere zijn slecht. Dit is nu een wapen dat ik mag verzamelen. En daarvoor heb je oneindig veel plaats in jouw buidel, dus je kan meerdere items verzamelen. Maar niet ieder mistfiche is goed. Dus laten we nog een aantal mistfiches verkennen. Als we deze opendraaien, dan hebben we een gnor die op dit veld komt. Dus zolang er een voorraad is naast het speelbord, kunnen we die gebruiken. Dus het nummer geeft aan waar dat je moet plaatsen, maar stel dat het veld bezet is, dan ga je naar de volgende lagere nummer. En zo kom je eigenlijk uiteindelijk, als alle plaatsen bezet zijn, kom je bij de Rietburg. En dat wil je vermijden, dat zien we later waarom. Onze tovenaar heeft een verrekijker gevonden. Dat is zeker ook iets goed om te vinden, want nu mag je meteen twee andere mistfiches bekijken. Je mag deze informatie delen met je medespelers, maar daarna worden ze teruggetagd. Dan kan ik bijvoorbeeld kijken naar deze en deze. Dan ga ik ze meteen ook uitleggen. Als we de drakenfiche trekken, dan moeten we de rode dobbelsteen rollen. Best niet op het speelbord zoals je ziet. En het gaat van 1 tot 3, met meer kans op 1 dan op 3. En dat is nu het aantal stappen dat de draak vooruit moet bewegen. Als die tot bij de Rietburg raakt, dan hebben we het spel verloren. Maar ja, dit is nu niet omgedraaid. We weten gewoon nu dat het daar ligt, dus dat hoeven we niet te doen. En hout is iets dat je kan verzamelen om hier het bakenvuur te ontsteken, wat ervoor kan zorgen dat de draak terug achteruit beweegt. Dus dat is zeker niet slecht om daarop te gaan staan. Je kan ook gouden muntjes vinden. Daarvoor kan je iets gaan kopen bij de handelaar of bij de kruidenheks, maar dan moet je die eerst vinden. Dan hebben we ook de zandloper. De zandloper mag je ook permanent houden en telt eigenlijk als een van jouw zonneschijfjes. Dus die kan je er ook vanaf halen voor een stap te zetten. En die gaat op het einde van iedere ronde ook terug op jouw bordje komen als zonneschijfje. Of op het einde van iedere dag eigenlijk gaat die terug op jouw bordje komen. Onze dwerg, of dwergin, in dit geval een dwerg, die vindt Reka de heks. En wanneer een speler daarop eindigt, net zoals op de handelaar, kan je voor een goudfiche een fakkel kopen. Het zou kunnen dat in latere spellen dat je ook nog andere dingen kan verkrijgen van Reka. Opdracht 2 zegt dat je een valk moet halen en die terugbrengen zonder dat je op een mistfiche mag gaan staan. Wel, dan telt Reka niet mee als een mistfiche. Belangrijk voor dit scenario. Dus dat zijn de mogelijke mistfiches. Maar er zijn ook nog andere dingen die we kunnen doen als actie. Belangrijk hierbij is dat de dwerg bij het bewegen heeft een speciale eigenschap. Met name dat hij de grot in- en uitgangen kan gebruiken alsof het velden zijn die naast elkaar zijn. Dus voor één zonneschijfje kan die van hier gaan naar bijvoorbeeld hier. En hij kan ook verder bewegen dan daar. Hij hoeft niet te stoppen bij de uitgang. Wanneer jouw beweging eindigt op een bronfiche, dan mag je de bron gebruiken. Tenzij die al gebruikt is natuurlijk. En dan mag je tot 3 zonneschijven terug op jouw bordje leggen. 1, 2, ja, meer gaat nu niet. Je mag het niet opsparen voor een later moment. En wanneer je de lantaarn hebt, dan mag je die ook niet terug op jouw bordje leggen, want die telt niet als zonneschijf. Wanneer een held zich begeeft naar een vakje met een gnor, dan vindt er een gevecht plaats. De held in kwestie mag dan zijn dobbelstenen rollen of haar dobbelstenen rollen. En ieder zwaardje dat je rolt is een slag die je toedient. En die leg je dan ofwel op de rots ofwel op het bos waar dat je moet vechten. Wanneer alle vakjes gevuld zijn, heb je de gnor verslagen.
Dus hier moet je er 3 hebben om deze te verslaan. In de bosvelden heb je er maar 2 nodig, dus die zijn iets makkelijker om te verslaan. Heb je van deze zwaarden, dan kan je die nu gebruiken om ontbrekende dobbelstenen aan te vullen. Maar stel dat je hem nog niet verslaat, dan blijven jouw dobbelstenen daar gewoon liggen. En dat kan in een latere beurt, als je daar nog steeds staat, en belangrijk, wanneer je blijft staan op hetzelfde veld, moet je nog steeds 1 zonneschijf afgeven. Maar als je er nog steeds staat, kan je dus ook zeggen, ik rol verder en die voeg ik toe. Het kan zelfs zo zijn dat een andere speler jou komt helpen door erbij te komen staan. Dan mag die ook rollen. En als die dan een zwaardje rolt, dan telt dat ook als 3e zwaardje. Maar wel belangrijk hierbij is, probeer een monster te verslaan voordat de dag om is. Want als de dag om is, dan krijg je je dobbelstenen terug. De tovenaar kan nog iets speciaals. Die heeft maar 1 dobbelsteen zoals je ziet, maar die heeft ook de bliksemschicht. En als je de bliksem rolt, is de gnor meteen verslagen. Dan maakt het niet uit hoeveel velden er hier nog leeg zijn. En de kans is 1 op 2 dat je een bliksem rolt. Zoals je ziet heeft niet iedereen evenveel dobbelstenen. De krijger of krijgster is het meest geschikt om de gevechten aan te gaan. De tovenaar kan eens af en toe een wonder verrichten op dat vlak. De andere 2 spelers hebben slechts 3 dobbelstenen. Zij kunnen natuurlijk ook vechten. De boogschutter heeft vooral het voordeel dat hij meer zonneschijf heeft. Dus die kan meer acties doen. Kan meer rondhollen over het bord. En de dwerg heeft het voordeel dat hij snel kan bewegen. Ook heeft hij iets meer toortsen op zijn dobbelstenen staan, wat gaat handig zijn voor de 2e helft van het spel, waarbij we op zoek moeten gaan naar de wolvenwelpen. Naast de misfiches open draaien en het vechten, is er ook nog de mogelijkheid om items op te rapen of af te gooien op het doelveld waar dat je eindigt of waar dat je blijft staan, maar dan moet je nog altijd een zonneschijf geven. En dan kunnen andere spelers daar misschien gebruik van maken als ze daar ook eindigen. Moest het zo zijn dat de andere speler er al staat, dan mag die het ook meteen oprapen. Meer zelfs, als je eindigt op een veld met een andere speler, mogen beide spelers zoveel voorwerpen uitwisselen als ze maar zin in hebben. En dan is er nog een laatste mogelijkheid, als je hier eindigt en je hebt al hout verzameld, dan mag je dat er nu opleggen vanuit jouw buidel. En iedere keer dat je dat doet, gaat de draak 1 stap achteruit. Maar let op, de draak kan niet verder achteruit gaan dan zijn startveld. Dus in dit geval kan die niet achteruit. Dus dan zou ik nog even wachten met dat te doen. Wanneer je op het veld met Reka komt, mag je 1 van de 3 fakkels kopen. Hetzelfde mag je doen wanneer je eindigt op het veld met de handelaar. Voor 1 gouden munt kan je steeds een fakkel kopen, zolang de voorraad strekt. In het eerste scenario is er nog een extra mogelijkheid. Als we eindigen op een vakje met een struik, dan kunnen we kijken naar dat fiche en dan kunnen we dat ook verzamelen. Het doel hierbij gaat zijn voor het eerste scenario om 3 verschillende soorten wolfskruidfiches te verzamelen. Dus 1 van elk. Er zijn er 2 van elk, dus je hebt wat opties. Maar de Rietburcht wordt ook bedreigd door de gnors en de draak. Dus laten we eerst eens daarnaar kijken. Wanneer alle helden hun zonnefiches allemaal hebben opgebruikt, dan breekt de nacht aan. Dan mogen we dit omdraaien. En dan staan daarop de stappen die we horen te doen. Eerst en vooral rollen we de rode dobbelsteen om de draak te bewegen. 1 stap, dat is oké. Vervolgens gaan de gors bewegen. Te beginnen met de gor op de laagste nummer. En ze volgen ofwel de voetstapjes, als je dat wilt volgen. Ofwel moet je gewoon naar een lager getal gaan. Van 1 naar 0, van 2 naar 1 enzovoort. Dus in dit geval gaat deze via de voetstapjes naar hier. Deze moest eigenlijk eerst bewegen via de voetstapjes naar daar. Die gaat naar daar, die gaat naar daar. En deze gaat naar daar. Moest een gor helemaal tot bij de Rietburg geraken op eender welk moment, dan wordt de rode dobbelsteen gerold omdat hij de draak gaat roepen en opnieuw gaan we een aantal stappen vooruit. En wanneer de draak bij de Rietburg geraakt, dan hebben we een groter probleem, want dan hebben we het spel verloren. En dat gaat ook altijd sneller, want de volgende stap is nieuwe gors roepen. Daarvoor moeten we kijken op welk veld de draak staat. En die staat hier op een veld met 2 gors. Dus dat wil zeggen dat er 2 gors bij komen. Maar als de draak dichter bij de burcht komt, komen er ook meer gors bij. De gors beginnen altijd op het hoogste nummer. En zo gaan we altijd lager en lager naar het eerst beschikbare nummerveld. Er mag dus maar 1 gors staan per locatie. Zijn er niet voldoende gors beschikbaar in de voorraad, neem dan het aantal beschikbare gors. De volgende stap is het verversen van de bronnen. Dus alle bronnen die zijn gebruikt worden terug actief, worden bijgevuld. De volgende stap is de dobbelstenen allemaal terug op de spelersbordjes verzamelen.
Dus ja, nu moet dat gevecht opnieuw beginnen als hier een gor staat. Er staat misschien ook een nieuwe gor, want die andere gor is gaan lopen. En dan mag iedereen zijn zonneschijfjes terug op zijn bord leggen. En dan zijn we klaar om terug naar de dag te gaan. Speler bij het nachtfiche draait gewoon deze terug om. Nu, zodra we beide opdrachten hebben voltooid, of meerdere opdrachten in latere scenario's, dan kunnen we kijken wat er hier op de eindkaart staat. Je kent nu je opdracht, veel succes helden, draai deze kaart, trek om zodra de draak de Rietburg heeft bereikt. Of de helden alle drie wolvenwelpen hebben gevonden. Dus eenmaal deze zijn voltooid, gaat deze weg en kunnen we gewoon de brug over. Ja, deze gaat er ook niet meer liggen dan. Dus van hier naar daar is één stap. En wanneer we dan bewegen naar zo'n veld, dan gaan we niet meteen het fiche omdraaien. Dus let erop, dat is niet zoals de mistfiches. We moeten eerst rollen of we voldoende licht kunnen voorzien. Dus in dit geval moeten we toortsen rollen, geen zwaardjes. En dat heeft de boogschutter nu niet voor elkaar gekregen. Stel dat hij ondertussen al een fakkel heeft gekocht, dan kan hij wel de fakkel gebruiken om het fiche om te draaien. Dus stel dat hij een fakkel heeft en het omdraait, dan is het natuurlijk de bedoeling dat je de wolpenwelven vindt. Dus dat is er al eentje. Je mag de wolvenwelp dan in jouw buidel leggen. Maar het zijn natuurlijk niet alleen maar wolvenwelpen. Het zou ook kunnen dat we iets heel anders tegenkomen. Stel dat deze hier gaat onderzoeken en de dwerg heeft veel meer kans om toortsen te rollen. Maar nog niet zeker. Even uitproberen. Normaal mag je maar één keer rollen. Ah, kijk, als de dwerg een toorts rolt, dan kan die het fiche omdraaien. En in dit geval is het de draak. Dan weten we al wat we moeten doen. De rode dobbelsteen werpen. Maar je kan ook nog andere dingen tegenkomen. Deze willen we eventueel wel vinden. Dat is de valk. En die gaat ons helpen. Die gaat ervoor zorgen dat we één ander fiche mogen bekijken. Dat hoeft niet naburig te zijn. Oh kijk, hier ligt een wolvenwelp. Dus die willen we onderzoeken zelfs. Moeten we nog altijd een toorts rollen. Dan hebben we ook nog de kraken. Wanneer een speler de kraken ontdekt, dan heeft hij een probleem. Dan wordt hij uit de mijn verdreven, moet hij terug naar het vakje voor de mijn gezet worden. En dan verliest hij al de resterende zonneschijven, dus zijn dag is momenteel voorbij. Dus die wil je liever niet vinden. Slagen de spelers erin om de drie wolvenwelpen te vinden? Ik vind ze zelf niet, maar het zijn er drie. Ah ja, hier, deze drie. Als de verschillende spelers die hebben verzameld, dan wordt dit scenario gewonnen en dan kunnen we dus deze omdraaien. Dan kunnen we dus één van de twee tekstjes lezen afhankelijk van hoe het is afgelopen. Voilà, en dan weet je alles om aan het eerste spel te beginnen en daarna kan je de andere scenario's ook gaan verkennen. Bedankt voor het kijken dan, abonneer en zie ik je volgende keer weer. Bye bye!